Nee, ze zijn hier niet hartstikke lekker uit. Oei, oei. Lekker. Ga je mee eten? Ik ga hem je tractatie maken. Hij doet weer echt als een hond tegen me. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Vandaag heb ik het best wel druk, want ik heb best wel veel dingen te doen. Ik ga boodschappen halen voor Alice's verjaardag, want die wordt 9 alweer. Oh my god. En daarna ga ik tuin opruimen, ondanks dat het freaking regent. Daarna ga ik hapjes maken voor zijn verjaardag. Ik probeer zoveel mogelijk vegan hapjes te maken, maar ik weet dat niet iedereen weg is van vegan zijn. Dus ik ga een combi denk ik maken, maar zoveel mogelijk vegan hapjes. Dus oh ja, ik zal even mijn outfit. En ik heb gewoon deze met een hoge broek. En ik doe gewoon sneakers eronder aan, lekker makkelijk. Het leent het nog steeds te twijfelen of ik mijn haar ga afknippen. Of hoe zeg je, verven. Want ik had wel een heel mooi modelletje gezien bij iemand. En toen dacht ik, oh, ik wil ook weer mijn haar licht hebben. Alleen het enige nadeel is dat je dan iedere keer met droog shampoo aan, of hoe heet het, met zilver shampoo aan de hand. Dus dat zie ik niet zo zitten. Dus ik doe het vandaag even zo. Hallo? Dat is niet lief, hè? Nee, maar niet weg. Maar niet weg. Maar niet weg. Kijk! Framboos. Boos. Framboos. Yes, Hebbes. Kom je mee eten, schat? Ga je mee eten? Nee. Papa heeft lekker veganistische kroketjes gemaakt. Lekker. Veganistische kroketjes. Lekker. Ze zijn wel echt joekels inderdaad, ja. Zijn ze dan? Nee, ze zijn hier niet hartstikke lekker uit. Veganistisch kroketje eten? Oei, oei. Lekker. Lekker een kroketje. De mama de supreme. Humpty Dumpty, Humpty Dumpty, Humpty Dumpty. Heb jij met mayonaise gedaan? Ja. Heb jij met mayonaise? Boter. Is dat lekker? Mam, boter op je brood, ja. Wat is er nou? Jij bent onze fastfood expert. En dan? Mosterd? Ik krijg hem niet open. Hij is wel knapperig. Oh, moet je hem ook nog een stuk maken? Oh, het ruikt wel lekker hoor. En lekker? Oh. Hey, ik heb dus lekker gezellig de kaarsjes aan gedaan. Dus ik ben net heel erg keihard in slaap gevallen op de bank. Ik had eigenlijk nog moeten editen. Okay, het regent vandaag al. Het regent vandaag al echt de hele dag en ik word daar zo sloom van. Ben ik net wakker. Ga ik even stofzuigen en het huis opruimen, want morgen is Lessie's verjaardagfeestje. Lessie's verjaardagsfeestje. Hij doet weer echt als een hond tegen me. Waarom kan je nooit lief doen tegen mij? Ik doe altijd lief. Je doet echt niet lief tegen mij. Ik ben net wakker. Ah, oh, ja. Ik heb het ook zo zwaar. Ah, Gossie, kom maar op. Ik ben zo blij als die beugel eruit mag ook. Oké, wat moest ik nou nog doen, Nick? Wat moet ik doen, Nick? Ik wilde even stofzuigen, maar dat kan ik beter morgen doen. Ja, we gaan de hapjes doen. Oké, ik ga even de hapjes doen, ja. Want we gaan best wel veel veganistische hapjes. Alleen maar. Alleen, nee, we hebben ook nog die bitterballen, die gewone, ja, normale. Ik wou zeggen grote mensen bitterballen. We gaan morgen een test doen. Ja, we gaan morgen een test doen.
kijken of ze het verschil proeven tussen nepvlees. Dat ze al een hele avond. Ja, dat ze dus al een hele avond vegan hebben gegeten. Ik denk niet eens dat ze het door hebben hoor. Nee, daarom de test toch? Ja. Hallo? Ja. Gewone mama is er, die komt helpen. Oh, wat hip! Ja. Nee, maar... Mooi! Ik denk dat ik met de casual ga. Lekker met de sneakers ook gewoon. Hey, oma is er hè? Ik heb hier een boor. Een boor? Ja, ik ga even boren. Ik moet op plank gaan. Peter komt zo toch? Ja, ik moest even omkleden. Waarom een boor dan? Voor die plankjes. Welke plankjes? In de weg. Vandaag is Elisje zijn feestje en wij gaan nu eerst nog naar voetbal, want Elisje mag voetballen. Die krijgt in de stromende regen. In de stromende regen. Heerlijk, kijk eens lekker wat voor weer het is vandaag. Super lekker. Yay! Yay! Ik ben bakker! Doe het lekker! Hij moet op plassen! Niet goed. Eigenlijk moet je hem nu uitleggen. Dat is echt uit, hè? Nee, je moet gewoon uitbranden zo. Yeah. Ciao! Ja, yeah, let's go. Gaan we je tractatie maken? Je gaat te snel. Jee, kijk eens hier. We gaan bommetjes maken. Dit hebben we net uitgeprint. En hier zijn de snoepjes. We gaan TNT maken. TNT, TNT, toch? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, dus hij moet zo. Maar ik zit alleen te kijken of ik dan drie. Deze maak ik ook even open. Of dat we er dan... Ik denk dat die is open. Één net niet redt. Die is klaar. Maar lijkt het een beetje op een bom? Ja, ik wil. Hij blijft alleen niet zo strak zitten. Maar hoe lang moet het blondje, man? Ik had een voorbeeld aan Lesje opgegeven. Oh nee, niet deze. Volgens mij heeft u al opgegeven het voorbeeld. Oh, die zijn toch mooi geworden? Kijk nou. Nog eentje. Oh, het lontje. Ja, dat is wel leuk. Oh. Voor de foto. Ja, zo mooi zijn ze geworden. Zo leuk. Allemaal bommetjes. Bommen. Dat hoor je vanaf. Ja. Eigenlijk hadden ze ook blauwe, maar ja. Die roze in het blauw. Maar... Nou ja. We gaan vandaag uitdelen voor Lesje. Dus ik ben alvast de spulletjes klaar aan het zetten. Kijk, dit heb ik voor de juffies. En dat is voor de juffies. En dit hebben we gisteren nog gemaakt. Ik heb het even ingetaped. Want het weer is echt verschrikkelijk. Regen, regen, regen. En Zeno, ben je wakker? Oh, ik heb een nieuw kleed. Ja, jij vindt hem ook lekker. Gaan we zo naar buiten. Naar buiten? Oh, staat je echt leuk, je olifanttas. Voor de peuterspeel. Kijk eens hier. Kom eens. Memphis. Wauw. Draai ze om. Ja, mooi hoor. Kijk, even snel een DIY voor Memphis gemaakt voor zijn broodtrommeltje. Ik vond het anders zo saai. Ik heb er een olifantje op geplakt. Dan heb ik mango, komkommer en druifjes. Eigenlijk wil ik hier nog Memphis opschrijven, maar dat moet ik maar even een andere keer doen. Ik heb het gewoon met dubbelzijdige tape gedaan. Memphis' rug, dat is een olifant. Je mond is vies. Ja, Memphis. Memphis. Memphis, hè, ja. Yay. Nou, ja. Doe je olifant op je rug. Olifant. Pas om. Ja, doe hem dan om. Kom hier dan. Oh, hij gaat verkeerd om.
Jongen. Hele brood hangt er. Kom, kom. Ja, kom, we gaan. Ja, ga maar naar de deur. Ja, kom maar. Lopen. Ja. Je bent helemaal klaar voor. Memphis. Hij moet op je rug, hè? Nee. Nee? Oké. Hou hem dan maar vast zo. Ben je klaar ervoor? Nee. Nee, ook niet. Oh. Nou, oké. Nou, dat wordt gezellig. Is het? Nog één. Wat wil je dan? Doe jij ze in de prullenbak gooien dan? Opa. Wat wil je? Nog een broodje. Oké. Zal mama even voor jou broodje maken dan? Lekker broodje eten. Lekker broodje eten. Lekker broodje eten. Oh, lekker. Een bandje naar boter. Broodjes klaar, man. Kom je? Memphis. Kom, broodje eten. Was het leuk op school? Kom, het was net echt haast. Van Memphis een peuterspeel. En wij stonden weer in de file in de stad. Of course. Ik voelde me zo schuldig. Ik heb zo snel gedaan. Alles is snel ingepakt. Hij doet op zich niet vaak meer middagdutje. Maar de laatste tijd, sinds we in Nederland zijn, is hij toch wel weer van de middagdutjes. Maar ja, dat vind ik alleen maar beter. Dat is ook beter voor zichzelf. Heeft hij wat meer rust, want ik merk toch dat hij een beetje geïrriteerd is. En mijn bandje is in de boter gekomen. Van het broodje smeren net. Echt naast, hè. Ja, papa. Ik heb tip. No, papa. No, papa. Zo, ik ben echt helemaal kapot. Proberen. En als ik in slaap val, ja, dan val ik in slaap. Dus pech. Maar ik ga het proberen. Ik zie jullie bij mijn volgende vlog. En ik hoop dat je een leuke vlog hebt gevonden. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te geven. Ik moet dat vaker zeggen. Abonneren, duimpje omhoog. Nee. Anyways, slaap lekker en tot morgen.